allemaal, welkom terug bij onze uitlegvideo. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je de knuffel aanleert. Pilo is er echt super zot van. Ik vind het zelf ook wel een heel leuk kunstje, dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ik ga het uitleggen met alleen Pilo, aangezien dat Chica eigenlijk te klein is voor dit kunstje. Dus ja, daar moet je ook wel een beetje rekening mee houden. Met kleinere ponies lukt het niet zo goed. Je kunt eventueel bij een Shetlander wel op je knieën gaan zitten. Maar dan is eigenlijk het effect een beetje weg. Ook wil ik jullie even uitleggen dat alle uitlegfilmpjes die ik nu al heb gemaakt en ook deze eigenlijk pas kunnen aangeleerd worden na de basis. Dus de basis voor vrijdressuur is eigenlijk het beginsel van grondwerk, leiden, stoppen, achteruit gaan. Ook is het de bedoeling dat het paard jouw ruimte kent en dus niet de hele tijd... Ja, Pilou zit nu eigenlijk al te dicht, maar ik wil het wel. En hij wil het duidelijk ook. Maar stel dat ik nu wil dat hij niet zo dicht komt, dan moet hij achteruit gaan en moet hij dat ook accepteren. Ook omgekeerd is het zo. Meer informatie komt nog in een andere uitlegvideo, als ik een beetje meer tijd heb, maar die komt er zeker nog aan. Waarom ik dit jullie vertel is eigenlijk voor jullie veiligheid en ook voor het paard. Want bijvoorbeeld bij het neeschudden, als het paard jouw ruimte niet respecteert, kan het zijn dat je een kopstoot krijgt. Dat is nu ook niet de bedoeling. Ik heb deze tip gehad om het toch nog eens duidelijk te maken. Dus daarom wil ik dit jullie ook even vertellen, voor we aan de slag gaan. Hoe je hieraan moet beginnen is eigenlijk echt wel heel gemakkelijk. Je gaat je paard eigenlijk een knuffel geven zoals we altijd al wel eens hebben gedaan. En je gaat dan galoppen achter je rug met een koekje. Ik doe dit nog steeds altijd met hetzelfde koekje. Suikervrij van de paardentaxi. Dus ik ga jullie dit even tonen. Dus je gaat je paard een knuffel geven en je lokt met het koekje achter de rug. Als je paard dit doet, mag je het koekje ook afgeven. Om er een commando aan te plakken, gaat het eigenlijk automatisch door het paard een knuffel te geven. Vanaf je het paard een knuffel geeft, zal ik straks eens tonen, dan gaat het paard ook gewoon een knuffel teruggeven. Zo. Een heel gemakkelijk en leuk kunstje, dus ik wens jullie heel veel succes ermee. De volgende video zal de jambette zijn. Daarna zullen we een beetje meer gevorderde kunstjes doen. Ik heb ook besloten om gewoon de kunstjes te doen die het leukste zijn en misschien een beetje de moeilijkere ook. Waar veel problemen bij te pas komen. Dus als jullie veel meer willen zien, abonneer dan zeker op ons kanaal, Shouty Lavania. Eventueel ook eens een kijkje nemen op onze pagina op Facebook, ook Shouty Lavania. En dan zie ik jullie binnenkort terug bij de volgende video.